Erwin van der Looy vertrekt na dit seizoen als trainer van FC Groningen. Van der Looy maakte de clubleiding dinsdag bekend dat hij zijn contract met FC Groningen niet verlengt. Maar het hoe en het waarom, dat kan Erwin het beste zelf eventjes vertellen. Mijn verstand zegt, je zit bij een fantastische club. Werk met goede mensen. Je hebt de afgelopen 2 jaar hele mooie dingen met elkaar bereikt. En als eindverantwoordelijk is dat natuurlijk top. Alleen bij Erwin zat twijfel. En daar heeft hij ook open en eerlijk naar ons toe uitgelegd. Eigenlijk al in zijn vakantieperiode, zeg maar tussen kerst en oude nieuw. En die twijfels gingen niet weg. Mijn gevoel zegt ook van, ik zit al 14 jaar bij deze club in diverse functies. En je wil jezelf ook alweer eens een keer op een andere manier misschien prikkelen. Het diepe inspringen en zorgen dat je daar weer boven komt. Kijken of je ergens anders dezelfde dingen kan doen als dat je hier doet. Ja, dat vind ik het eerlijk gezegd heel verstandig om van Erwin, en ik heb daar heel veel respect voor, om dan dit besluit te nemen. De clubleiding was in gesprek met Van der Looy over contractverlenging en had daarin positieve intenties uitgesproken. Dat geeft aan je verstand aan van oké, er wordt gewaardeerd hier intern door hoe je werkt. De mensen die je iedere dag zien trainen, hoe je met mensen omgaat, hoe je met je spelers bezig bent. Dat wordt gewaardeerd en daar spreekt toch wel iets uit door mensen die er verstand van hebben. En alleen aan de andere kant, dat gevoel dat bleef. Ondanks dat FC Groningen nog volop in de race is om een plaats in de play-offs, nam vooral de laatste weken de kritiek op Van der Looy flink toe. Het heeft me bijna doen besluiten om toch te blijven, om ze toch maar eens even te laten zien hoe het zit. Want als je eerlijk bent, dan irriteert je soms dat best wel een beetje. Omdat je zeker, als je ziet wat de afgelopen 2 jaar is gebeurd. Aan de andere kant, dat is voetbal. En ik ben eindverantwoordelijk. En op het moment dat het wat minder gaat, vind ik dat je helemaal voor je troepen moet gaan staan. Dus dat doe ik op dit moment ook en ik ga daar de verantwoordelijkheid totaal niet voor uit de weg. Die troepen hoorden woensdagmiddag vlak voor de officiële bekendmaking dat hun trainer na dit seizoen vertrekt bij FC Groningen. Toen dachten we wel dat het zal de verlenging van het contract zijn, want we wisten dat de trainer aan het praten was. Alleen de trainer heeft voor een andere weg gekozen. Was je verrast? Enerzijds wel, maar enerzijds omdat hij... Ja, hij heeft wel aan de ene kant ook niet. Hij heeft een beetje alles bereikt met de club wat te bereiken valt. Historie geschreven. Veel bereikt met de club. Een beker gewonnen, play-offs gewonnen. 2 keer achter elkaar Europees voetbal. Dus het is wel een groot gemis natuurlijk. Ja, hij vindt het een mooi moment om verder te kijken. En dat is een goed recht en dat heeft hij ook verdiend. En, sommige spelers denken er vaak ook zo over. En die gaan ook, die komen en die gaan ook. En een trainerscarrière is in dat opzicht hetzelfde. Dus er zijn beslissingen en die respecteren wij. De vraag is nu hoe de spelersgroep omgaat met het feit dat nu al bekend is dat Van der Looy aan het einde van dit seizoen stopt. Van der Looy zelf twijfelt niet. Het doel blijft hetzelfde. We willen gewoon play-offs halen. En als je eenmaal aan die play-offs meedoet, dan moet je ook gewoon zorgen dat je ze wint. Dus dat doel dat blijft gewoon hetzelfde. Dat is niks anders. Daarbij komt dat we echt nog wel een klusje hebben te doen om te zorgen dat we beter gaan spelen. Dus er zijn genoeg dingen waarin de spelers en ikzelf ons de komende tijd gaan vastbijten. In die tijd gaat FC Groningen op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Nou ja, volgens mij moeten we dit eerst even laten bezinken. En dat hoor ik zo, hè. Ook met respect naar Erwin van der Looy. Maar, en we focussen ons nu helemaal op de wedstrijd tegen Zwolle. Maar vervolgens, ja, natuurlijk moet je ook heel snel weer bezig met je profiel, hè, je nieuwe trainingcoach.